Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we kijken hoe je een omtrek van een vierkant of een rechthoek kunt berekenen. Voor mijn leerlingen is het een toevoeging voor het boek Getal en Ruimte 2 VMBO Basiskader, hoofdstuk 5, paragraaf 2, die jullie kunnen vinden op bladzijde 14. Voordat we een omtrek kunnen berekenen, moeten we even snappen wat een omtrek is. En een omtrek is ook wel een lengtemaat. En welke lengtemaat? Nou, de afstand die we afleggen als we om een figuur heen lopen. Dus als we kijken naar de rechthoek hier A, B, C, D, hebben we het over de blauwe gedeelte. Ik begin bij A, loop naar B, ga dan naar C, ga naar D en dan weer naar A. En dat is een afstand. We kunnen al die stukken bij elkaar optellen. Dus we kunnen A, B optellen bij BC, optellen bij CD, optellen bij AD en dan weten we de afstand die we hebben afgelegd als we er omheen lopen. Dat is de omtrek. Als we dus een omtrek gaan berekenen, tellen we eerst alle zijdes bij elkaar op en daarna schrijven we onze antwoord op. Nou, als ik dat ga doen, tel ik eerst AB op bij BC, bij CD, bij AD. Nou, AB is 8 cm, want CD is 8 cm. En AD is 3 cm, want BC is 3 cm. Dus dan krijg ik 8 plus 3 plus 8 plus 3. En dat is 22. Omdat we nu een lengtemaat hebben, praten we niet over vierkante centimeter, maar gewoon over centimeter. Dus mijn antwoord is 22 cm. Laten we dat ook eens doen voor een vierkant. Waarbij een vierkant werkt precies hetzelfde. Ik ga weer alle zijden bij elkaar optellen en daarna schrijf ik mijn antwoord op. Als ik dat doe, in een vierkant zijn alle zijden even groot. 3 plus 3 plus 3, dat is 12. En aangezien ik in meters aan het rekenen ben, is dit 12 meter. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens jullie heel veel succes met de opdrachten. Mocht je meer video's van dit hoofdstuk willen bekijken, kun je altijd drukken op de afspeellijst. Mocht je meer video's willen zien, kan dat natuurlijk ook. Ben je niet een van mijn leerlingen en heb je nog wel een vraag, kun je een opmerking achterlaten en die probeer ik zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens jullie een hele fijne dag.